Oh my god. Ja. Ze hebben dus alles eruit gehaald. Alleen ik moet denk even wennen dat ik als ik zo zwak word, dus niet naakt mijn koffie ga pakken, maar dat ik eerst iets ga aandoen. Nou, ik denk dat ze dat in Amsterdam niet heel erg vinden hoor. Ja, je hebt het goed gezien. Ik ben bij niemand minder dan Mickey Hoogendijk. Ze heeft een nieuw, nou ja, oud huis waar een hele hoop moet gebeuren. En wij gaan haar een handje helpen. En dat is nog best een hele klus. Wat leuk om je weer te zien. Kom binnen. Nou, ik ben wel benieuwd. Ja, dit is al echt... Ja, het begint eigenlijk hier al, hè, ja. Met deze mooie kleuren. En oud pand, 1917. Amsterdamse school. Geïnfluenced Franklin Lloyd Wright. Ja. Yeah. Dus ja, dat heeft wel geschiedenis. Ja. Maar het is ook een beetje oud. Ja. 1917, ik weet niet, ik ben niet zo goed in rekenen, maar dat is het wel... is oud. Dat is oud. Oud. Dat is oud. Kom. Ja. Hé, hey, en dit is allemaal dus die Amsterdamse school. Ja, dat moet je gewoon aan het zitten. Dit is allemaal dat. De wc's zijn allemaal heel erg Amsterdamse school. Zwart-wit, gebroken wit met zwart. Maar ik kom uit een huis met alleen maar grote ruimtes. Ja. En dan hier ineens heb ik allerlei kamers. Dus daar wil ik echt wel wat mee gaan doen. Dat wil ik juist gaan benutten. Dat iedere kamer zijn eigen verhaal gaat vertellen. Want jij gaat hier wonen, maar je gaat hier ook op je galerie natuurlijk. Ja, eigenlijk net als wat ik nu heb in het zuiden van het land. Maar ik wil niet naar kantoor. Ik wil gewoon thuis werken. Ja. En wonen en heerlijk kunnen koken en gezond kunnen zijn en vrienden kunnen uitnodigen, in de tuin kunnen zitten en ook nog even werken. Ja. Dat is wat ik wil doen. Ja. Klinkt als een topleven. Ja, best wel. Ja, schijn. Ja. En dat je dat dan hier vindt, gewoon. Ja. Het is gewoon Amsterdam-Zuid. Toen ik terug naar Nederland kwam 4,5 jaar geleden, dacht ik, ik kan dat niet betalen, want ik wil heel groot. Voor al mijn werk wil ik gewoon groot, voor mijn studio wil ik groot. Ja, dat wordt het niet. Ja, toen vond ik dat prachtige huis heel ver weg in een weiland. In Badfuck, Idaho, zoals mijn vrienden dat noemen. En toen dacht ik, dat ga ik hier nooit vinden. En ik heb het toch gevonden, want dit is van de stichting van de school. Van het lyceum. Van het Amsterdamse lyceum. Precies. En dit is de oude rectorswoning. En zij willen hier ooit iets heel anders van maken, maar dat kost ook allemaal geld. En in de tussentijd mag ik het nu... huren. Ja, als je binnenkomt wil ik hier eigenlijk de eerste salonruimte van maken met deze mooie schuifdeuren. Waar de vleugel komt. Oh nee. Want ja, die heb ik ook. Speel je ook piano? Nou, of speel je ook vleugel? Nee, maar ik heb in coronatijd heb ik allemaal dingen uitgeprobeerd om mezelf een beetje te vermaken. Waaronder een beetje spelen. Ja, ik vind zingen leuk vooral. Okay. Dus die arme buren. Vinden anderen dat ook? Ja, maar weet ik zeggen, niet. Vinden daar hoort je op. Geen idee. Het is alleen ook de donkerste ruimte. Dus hier wil ik alles heel licht houden en mooie spots voor op een bronzen beelden. Eigenlijk komen hier alleen maar beelden. Oké, hier komt ook allemaal kunst te hangen, neem ik aan. Ja, maar je moet nooit veel doen. Dus dit wordt een heel belangrijk moment. Als je binnenkomt, is het eerste wat je ziet. En hier wil ik ook eigenlijk heel vaak iets nieuws ophangen. Zodat ik steeds kan laten zien wat er gaande is. Prachtige bar. Niet. Maar ja, dat staat daar. Ja. Oh, wat schattig dit. Ja, nou ja. Oh, het is een barretje gewoon. Ja, het is een barretje. Kijk, en het ding is, ik huur het dit 2 jaar. En als ik wegga, moet ik ook alles weer in staat terugbrengen. Dus ik kan niet heel veel gaan doen. Ik moet een beetje werken met wat ik heb. Maar dat kan ik wel. Dat heb ik mijn leven lang al gedaan. Er zit nu een soort van... iemand die hier even een soort van anti-kraak zit. Vandaar al dit. Ja, want je gaat ook niet... Kijk, als je het voor 2 jaar huurt... Nee. Dan ga je ook niet zoveel investeren dat alles anders wordt. Want dan precies. Ga je gewoon failliet. En met een little help kunnen verkopen. A little help of my friends kan ik het gewoon leuk doen. Wat me ook cool lijkt, als je dat bijvoorbeeld wel
stript of zo. En dat je hier iets neerzet waardoor je op je rug kan liggen en dat je foto's projecteert, jouw kunst projecteert op het plafond. Hoe cool is dat? Ja, top idee. Maar gaan we niet doen. Ik zou het barretje gewoon... Ja, ik weet alleen niet in welke kleur. Zwart doen. Ook, ja. En dan wel tot een beetje zijn glans. Helemaal vol met drank. Dit wordt de eetkamer. Ja. Dus wel heel met hoeveel mensen gaan hier wonen? Precies. Ja, alleen, ik heb nu thuis ook altijd alles voor 12. Buiten en binnen. Alsof ik 12 imaginary friends, zeg ik altijd. Maar dit is natuurlijk wel het allerleukste aan het huis. Oh, dit is leuk! Nou, dit is ook een heerlijke, de lelijkste keuken die ik ooit heb gezien. Maar dat maakt niet uit, want het uitzicht is echt heel grappig. Want ik kijk gewoon uit op een tramhalte. En dat vind ik, omdat ik natuurlijk van een platteland kom, vind ik dit is echt heel grappig. Dat ik gewoon midden in de stad zit. Ja, joh. Alleen ik moet denk ik even wennen dat ik als ik zo zwak word, dus niet naakt mijn koffie ga pakken, maar dat ik eerst iets ga aandoen. Ik kan hem ook laten rappen, hè, die keuken. Dat is eigenlijk echt gewoon de oplossing tegenwoordig. Wat is dat? Hij ziet er gewoon uit alsof die, weet je wel, redelijk oké is. Ja, het niet oude afgetrapte alles, keuken. Alles doet het. Ja, dus je alles is prima. Is het qua duurzaamheid? Oh, schat. Niet zo als je hem laat rappen, dan krijgt hij gewoon, dan kun je gewoon iedere kleur kiezen en alles kiezen wat je wil. Wat is dat dan? Gewoon de opplak of zo? Ja, er wordt een soort van laagje overheen geplakt en dan... En dan andere greepjes en dan heb je echt een andere keuken. En dan zat die tegels inderdaad stuk. Ja, dat gaat dus sowieso dom. Nou, als jij een suggestie hebt, heel graag. Ja, ik weet niet hoe dat werkt. Of weet je, gewoon even. Zoiets. Ja. Chics, ja, leuk. Misschien, want de keuken weet ik wel, dat ik hier nog iets heb waar je kan zitten. Ja. Iets hoogs met twee leuke krukjes. Ja. En eigenlijk zit je hier alleen nog maar hier. Ja, tuurlijk. Want als iemand ook komt eten, jij staat hier te koken. Oh nee, de koek. Nee, ik sta het ook. Ready? Ja. Hier komt namelijk alle kunst. Hoe bedoel je, hier komt alle kunst? Ja, ik heb natuurlijk 100.000... Maar hier gaan we stellages maken. Maar je kan hier bijna niet staan. Ja, ik kan net staan, maar niet met hakken. Pas op, je hoofd. Dus er komen stellages zodat het als er ooit per ongeluk lekkage is. Het heeft zoveel geregend, ik heb het allemaal gecheckt, het is droog. Maar ja, je moet oppassen. Dus het wordt een beetje verhoogd en we zorgen dat het vocht eruit gaat. En dan komen er allemaal van die rikken. En daar staan dan al je foto's? Alle foto's allemaal, ja. En hoe gaat dat dan? Als iemand dan iets wil hebben, dan haal je zelf die foto uit dat rek en dan pak nee, het als in iemand en iets wil hebben, nee, als iemand iets wil hebben, wordt het altijd opnieuw netjes geproduceerd. Ja, heb je nog dingen op je wishlist van dat zou ik nog wel eens willen doen? Ik heb allemaal verf gekocht, omdat ik toch ook wel wil gaan schilderen ooit. Maar dat vind ik best wel moeilijk. Tot nu toe alles wat ik daarin dabbled, hoe heet dat, wat ik aan heb geraakt, dan denk ik, maar misschien later was ik hierna dan weer een heel gek huis met een schilderplek waar je echt kunt gooien tegen de muur, maar dat lijkt me zalig. Van wild. Ja, zoiets. Maar laat was je al mee? Ja, zoiets. Ja. God. Ja, zo. Nou, hier dacht ik mijn kofferset. Oh, je doet ook de kofferkamer. Gekke handvaten, die laat ik allemaal lekker zo. En dan komt... Sisal. Dank je. Ja, ja. Dat kan ik gewoon doortrekken. Dat is wat lichter, geeft wat meer zon. Het is een lastige kamer, want hier zit iemand anti-kraak. Het is heel donker, maar hier ga ik mijn kantoor maken. Maar dat is niet echt te filmen, niet? En het is allemaal heel... Maar het leuke is dat ze... Dus maak wel netjes een bed op. Dit is namelijk fantastisch qua licht en balkon. Hier is een heel groot balkon rechts. Jee, joh. Eigen balkon. Wat en, cool dit. En het uitzicht. Hier komt een grote ronde tafel waar gewerkt wordt en een boekenkast en nou ja, dat. Loop je eigenlijk door naar mijn kleine studio. En lampen zijn hier kapot. Maar hier ga ik dus boetseren. En waarom? Dit is de kamer waar alles tot op de grond loopt. Dus het licht komt heel mooi binnen. Nu zitten die luiken dicht, dus het is erg donker.
En wat ga je dan hier doen? Hier ga ik werken. Puur alleen maar aan mijn beelden. Dus hier komt een heel fijn, bankje. Ik kijk heel graag heel lang naar mijn beelden. En er komt een mooie stoel en de tafel waar ik op werk. En die kan ronddraaien. Die zet ik dan voor die mooie open ramen of bij het balkon. Beetje in de zon. De zon hard schijnt hier. En voor de rest hou ik het heel rustig en mooie dingetjes aan de muur hangen. En dan komt een grote werktafel nog. Maar welke beelden zijn dat dan? Zijn dat ook die bronzen beelden? Ja, maar mijn bronzen beelden maak ik eerst in klei en ijzerdraad. En als het model klaar is, dan ga ik naar de bronzen gieterij. En daar wordt eigenlijk het hele proces gedaan. En hoe bedenk je dan zoiets? Dan zit je gewoon een beetje voor je uit te staren en dan denk je, of doe je inspiratie op plekken, of hoe werkt dat? Nee, ik geloof niet dat ik ooit iets bedenk, want dan zit je in je hoofd. Het is meer een soort van gevoelskwestie. Oh ja. En ik ben begonnen met die beelden in tijden van corona, waar iedereen het had over, we staan samen sterk, we gaan hier samen doorheen. En in mijn beelden zie je alleen maar de verbinding van mensen. Het zijn abstracte figuren, mensenfiguren, eigenlijk zoals een kind een poppetje zou tekenen, mensenfiguren zou tekenen, die allemaal elkaar ergens vasthouden of ondersteunen. Familieopstellingen, die laten zien dat we allemaal ergens vandaan komen. En ook dat we eigenlijk niet zijn zonder die ander. Het is allemaal onderbuikgevoel. Altijd. Als ik in mijn studio binnenkom, dan ook met mensen die zeggen, oh, die is af en die is niet af. Je ziet het, je voelt het. Dit is niet af. Jo. Je voelt het. Ja, dat geeft een gek gevoel, toch? Als je hier rondloopt, denk je, jezus, weet je, je voelt onrust. Ja. Terwijl straks als alles staat en als het er is, dan weet ik zeker, dat heb ik nu ook in mijn huis. Mensen komen binnen en zeggen, oh, wat fijn is het hier. En dat is wat je wil maken. Je wil gewoon dat. Althans, dat hoop ik dat het lukt hier. Ja. Nee, dat komt vast wel goed. Ja. Nou, en ik wil je ook wel helpen. Hè? Ja, dat vind ik heel fijn dat je wil helpen. Echt, want nu komt gewoon de grote dramakamer. Ja, waar ik echt geen verstand van heb. Ja. Laat zien. Hier heb ik eigenlijk je hulp voor ingeroepen. Oh my god. Ja. En ze hebben dus alles eruit gehaald. Jee. Ja. Ja. Toen wist ik het niet meer. Dat is het warzone hier. Ja. Dus het licht komt ook hier weer keihard van boven. Ja, ik ga ook even hier staan. Hier zat dus een douche, daar paste ik echt niet in. Ik ben natuurlijk veel te groot. En hij was ook echt vies. En dit, het is een bad, maar er is niet heel veel meer van over. Er hing ik ga gewoon in het bad staan. Er hing een hele grote spiegel. Ja. Zo'n spiegel. En daar zat dus ook de elektra in verwerkt. Maar ik heb wel echt rondgekeken naar mooie badkamerspiegels. Want dat is een heel groot verschil tussen of ze licht van binnen hebben, waardoor je er wel hoort, of alleen aan de buiten. Dus die heb ik wel ontdekt. Het moet een spiegel zijn, want dan kun je nou dit... Dat je zo met je hand zo kan doen en dan verandert die van dit. Als je hier bijvoorbeeld een muurtje zou kunnen maken, tot hier, weet je wel, dat je zo'n inloopdouche krijgt, dat zou mooi zijn. Mooie tegels. En dan hier het liefst een vrijstaand bad of zo. Dat zou ik het allermooiste vinden, denk ik. Maar ik kan hier wel meteen helemaal doorheen kijken. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Nee. Nee? Nee, maar dat komt dus omdat ik heb hier dus gewoon geen... ik heb hier geen verstand van. Maar bijvoorbeeld alleen al die kozijnen moeten al zwart, weet je, een beetje mat, of een zijde glans. En dan zou ik donker, een beetje dat art deco of dat Amsterdamse schoolachtige terughalen hier. Maar kun je me redden? Ja, dat sowieso. Volgende week gaan we aan de slag in de keuken en de badkamer. Ik ga shoppen en iedereen een beetje lastig vallen op de bouw. Kortom, kijk.